We staan nu in de tentoonstelling Alchimistes en het geheim van het pestparfum. En als je die tentoonstelling binnenloopt, dan loop je het laboratorium binnen van een alchemist uit de 17e eeuw. Alchemisten probeerden goud te maken en geneesmiddelen, maar ook allerlei geuren. In de tentoonstelling kun je bij bepaalde flessen kun je de geur ruiken die daarin zit. En wat voor geuren zijn dat dan? Nou ja, hele lekkere geuren, maar ook hele vieze geuren. Bijvoorbeeld de geur van de gracht. Want lekker rook het niet in de Gouden Eeuw. De rijken hadden het goed voor elkaar. Ze hadden parfum of vluchten de stad uit. En er moet enorm gestonken hebben in de arme buurten. Want die hadden ook nog eens een keer de beroepen waarbij het ontzettend stonk. En een aantal van die geuren van die beroepen, die kun je hier ook in de tentoonstelling ruiken. En dan leggen we ook uit waarom het kwam dat zo stond. Ook de zieken in de stad roken niet altijd even lekker. Nee, scheurbuik, dat stonk ongelooflijk. Superdiarree is dat toch? Ja, en nou ja, eigenlijk is het door een gebrek aan vitamine C. Ga je van binnenuit een beetje rotten, om het maar even zo te zeggen. En dat verspreidt een verschrikkelijke geur. En alle scheepschirurgijns die schrijven daar ook over. Het Westfries Museum heeft een parfumist ingehuurd om de geuren van toen na te maken. Ja, je komt hier de geur van paardendrollen kom je tegen. Je komt van een civet katten tegen, urine. De parfumist van nu is de alchemist van de 17e eeuw. En dat waren rare snuiters. Dus ja, ik denk wel dat het een beetje rare snuiters waren af en toe. Een beetje de vreemdelingen. Vonden mensen ze eng? Waren ze er bang voor? Ik denk het wel. Totdat je ze wat beter leerde kennen. Dan viel het allemaal wel mee. Maar ja, het waren toch een beetje mensen die, ja, een beetje wat wij nu zeggen, buiten de wereld stonden. Met behulp van tablets kunnen kinderen vragen beantwoorden. Zo'n tablet heet dan een odoroscoop. En die zorgt op het einde voor een verrassing. Dan leg je je odoroscoop hier in dit bakje. En dan gebeurt er iets. Maar dat verraad ik niet. Heeft het Westfries Museum werkelijk een geur tegen de pest gevonden? Ik heb het parfum zoals het omschreven is in de 17e eeuw heb ik nagemaakt. En ja, dat kun je hier ook ruiken. Het werkt, ja, het overdekt allerlei onaangename geuren, maar het werkt niet tegen de pest.